Alhoewel, fijne mensen. Ik heb maar nog 13%, dus hopelijk haal ik het. En haters, fijne mensen. En een beetje meer dislikes, hè, want daar doe ik het voor. En ja, moet dislikes, want anders heb ik geen zin om dit te doen. Want ik moet dislikes hebben, want anders heeft het geen nut. Want daar doe ik het voor, dislikes, want daar krijg ik energie van. En als ik geen dislikes krijg, ja, dan heeft het geen nut. Ik heb mijn spuitjes, mijn oorlogsspuitjes opgedaan. En mijn Duitse Wehrmacht kappen. En om weer op boeken terug te komen. Want de politie vroeg vorig jaar toen ze binnenkwamen vallen met die tweet van Rutte. Ik heb nog een veel boeken van Adolf. En dan vroegen ze aan mijn maat, Robbie, vroegen ze van, is je een nazi, is je een racist? Nou, zegt hij, Robbie, hoe kom je daarbij? Ja, nou, hij heeft nog wel veel boeken over Adolf Hitler. Ja, dan hoeft hij toch nog geen nazi te zijn, zei Robbie toen. Dus als je veel boeken van nazi's hebt en van Adolf Hitler, dan ben je gelijk een nazi. Maar dit is ook een mooi boek. Complot tegen Hitler. Een waanzinnig boek. Dit is ook history falsification, want een hele hoop klopt er niet van. En dit, ja... Ik ken het in mijn hoofd, weet je. Ik heb met Willem heb ik gezeten in 2007 en niks is mij vreemd aan die man. Maar ja, ik kon het goedkoop kopen en ja, ik weet hoe het werkt. En hij wordt veroordeeld, hij is veroordeeld voor moorden wat hij niet heeft gedaan. Wat de geboortjes voller hebben gedaan. En Willem wordt ervoor beschuldigd. Voor Sam Klepper en nog een paar. Maar hij heeft het niet gedaan. Dus vandaar dit boek over Willem. En daar heeft ook Peter Rudolf de Vries de hand weer in gehad. Want hij heeft die hoeren, die zusjes, heeft hij erin geluist. Heeft hij medeplichtig gemaakt voor veel geld. Want het ging zich voor heel veel geld. Voor het geld wat aan de strand was gevonden. En ja, ik kan er zoveel over vertellen. En ik heb van de week ruzie gehad, of ruzie, maar een klaaf gehad met vrouwen. Dat Willem, of dat Peter Rudolf de Vries niet dood is. En ik durfde te zeggen, hij zit bij zijn dochter in Haiti, zit ze geloof ik. Daar zit hij bij kinderen, want zijn dochter doet in kinderen en daarmee doet hij kinderen faciliteren voor het koningshuis. Wat ook Tachi doet, die martelcontainers, die zijn niet voor criminelen, nee, die zijn voor het koningshuis. Net zoals Klaas Bruinsma ook. Kinderen faciliteren voor die vieze rijken. En zoals Klaas Bruinsma ook kinderen deed faciliteren met Mabel Wisses Smit, met Soros Hoersje. Klaas Bruinsma is doodgeschoten, niet voor huishandel, maar voor kinderen te faciliteren en voor hoofden te faciliteren. Voor het illegale koningshuis. Ja, maar zo'n onderzoek vraagt Niels Mammels, Niels Jespen. Maar ja, mensen denken dat ik gek ben, maar ik ben niet gek. Ik weet waar ik over praat. Ik heb met alle gedetineerden in heel Nederland gezeten. En ik heb nog wat leuks gevonden in de kelder. Muskuskogels. Kijk. En
van de allereerste betaalmiddelen. En munten, penningen van klei en zo. En ja, je kunt het allemaal zien. Dat waren de eerste betaalmiddelen. Dus ja, mensen gaan onderzoek uit. Friso heeft Marianne Praatstra vermoord. En als het aan mij ligt, dan vermoord ik Friso. En heel graag. En Beatrix erbij. En Balkenende. Bianca, sorry dat ik een tijdje niks meer van me heb laten horen. Je weet, ik heb het druk en met mijn moeder dat gezegd en zo. Stella, ook een hele goede vriendin, heeft het druk. Een hele mooie meid, hele goede meid. Hoeft niet jaloers te zijn, want je weet, ik heb geen relaties met vriendinnen. En kijk, mijn bierhouder. Dat heb ik toen eens gekocht voor festivals. Maar meiden, wees niet jaloers. Ik heb met geen één vriendin heb ik een seksuele relatie. Het zijn allemaal gewoon goede vriendinnen. Ik zou het nooit doen. Ik zou nooit seks met een vriendin hebben. Niet. En die wil ik zo graag. En Friso, want hij is niet dood, Friso. En de kop van Beatrix wil ik hebben. En van Willem-Alexander. Daar geniet ik zo van. En ze weten het. En het interesseert me niks. Helemaal niks. Ze weten het allemaal. Dat ik dat met alle liefde doe. Maar het zijn vieze, 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 zieke, zieke, zieke psychopaten. Onder 10 jaar Rutte zijn er 4.500 kinderen weggekomen, waarvan 2.500 asielzoekerskinderen. Dat zijn zieke mensen. Dat zijn zieke, zieke, zieke mensen. En die mogen niet in het gevangen komen. Die moeten echt vreselijk lijden. Dat wat die mensen hebben gedaan en wat die mensen, kinderen hebben aangedaan. Nee, dat kan niet. Vies, vies, vies volk. En nou, at your service, morgen misschien dat in Haag. Ik kan mijn moeder niet bereiken en waarschijnlijk is het door mijn zus dat er weer een of ander spelletje gespeeld wordt. Maar ja, het is wat het is en ik vecht voor de kids en dat ga ik doen en dat moet ik doen en dat doe ik ook. At your service en goede vriendinnen, goede mensen, jullie zijn echt goede mensen. Dat meen ik uit de grond van mijn hart. Doei.